Tot nu toe hebben 3610 mensen zich aangemeld, online registraties. En 3022 mensen zijn geselecteerd. Dat wil zeggen dat de rest van de mensen of hun documenten niet in orde waren, of ze waren ambtenaren die ook geregistreerd hadden. Maar al met al, ze kwamen niet in aanmerking voor de COVID-steun. Daarnaast moeten ze ontslagen zijn. Je moet kunnen aantonen dat je ontslagen bent. Je moet een verminderd inkomen hebben of een kleine zelfstandige zijn of een KMO'er zijn, waarbij je kan aangeven dat je minder inkomen hebt gehad in de afgelopen periode. We zijn begonnen in februari met de nieuwe registratie. Let wel, vele mensen komen in de war met de 10.000 registraties van de vorige regering. Die hebben we niet kunnen afronden omdat het een heel vervuild bestand is. Er hadden ambtenaren, er hadden ondernemers, iedereen had zich geregistreerd. Nou, wij hebben een ander systeem bedacht. We hebben een online registratie dan gedaan, waarbij we nieuwe registraties zijn aangegaan. En dat is vanaf februari begonnen. We hebben februari, maart hebben we geregistreerd. En april hebben we ook wel geregistreerd. En in mei gaan we weer een weekje opengooien om te registreren. Vaak genoeg vragen mensen me, waarom maar een weekje? We hebben maar 7 dagen om te kunnen registreren, zodat wij op tijd de uitbetalingen kunnen doen. Want je moet nog selecteren. Je moet het nog naar de bank sturen. Je moet het nog naar financiën sturen. Dus het heeft allemaal een procedure. Maar ik ga u zeggen, we hebben februari, maart hebben we al uitbetalingen gedaan. Dat gaat om, laat me zeggen, ik heb het even hier hoor, laat me even spieken. We hebben 1591 personen betaald. 1431 personen over 2 maanden betaald. Dus dan is het voor februari en maart. En die van 1591, die zijn alleen over maart uitbetaald. En dan nog 160 personen. Dus samen hebben we dan, heeft de regering haar SRD 4.533.000 aan COVID-steun uitbetaald. Dus en we gaan verder met de registraties totdat de COVID-situatie nog heerst. Gaan we verder met de registraties. Ik wil de mensen dan wel oproepen om zich zoveel mogelijk te registreren. Ik heb pas begrepen dat de marktventers zich niet wisten dat ze moesten te registreren. Nou, daar roep ik ze hierbij op. Er is een online registratie. Weet u dat niet? Er is een page van het ministerie van Arbeid. Gaat u op onze page. Alle nummers, alle informatie. Er zijn zelfs filmpjes hoe u moet downloaden. Hoe u moet invullen, hoe u moet registreren. En als u hulp nodig heeft, dan kunt u op een van de nummers bellen sowieso. U weet, we hebben een politiek vervuild systeem overgenomen qua basispasjes. Het ging ongeveer om 200.000 mensen die onterecht of terecht een basispasje kregen. Op instructie van de president hebben wij dat moeten aanpakken, want het kost de staat natuurlijk miljoenen per maand. De president heeft gezegd, het gaat zo niet verder kunnen. Je moet het bestand schoonmaken. Dat hebben we gedaan in samenspraak met de collega's van SOSAFO, collega's Volksgezondheid en Arbeid. Hebben wij een clusterteam in het leven geroepen. En het is die gelukt, samen met SZF, om de politiek vervuilde bestand van 200.000 naar 70.000 te brengen. Dat betekent de mensen die nu het bestand zitten, hebben daar recht op. En het bespaarde staat vele miljoenen. Daar ben ik blij om. Mijn collega SOSAFO heeft heel hard zijn best gedaan, samen met SZF. Dus we zijn op het punt nu gekomen dat we van een zo goed als schoon bestand kunnen praten. De overige aanpak van hoe je nu moet aanmelden, daar moet u bij Sociaal Zaken van zijn, want hij is de trekker. Wat betreft de reparatie van de basiswet. De basiswet zijn we bezig te repareren. We hebben al verschillende stakeholders brieven geschreven. We wachten nog op de reacties van een aantal stakeholders. We wachten op de adviezen en we proberen binnen 3 maanden de mankementen in de basiswet te veranderen, zodat we een wet hebben die wel goed is, een wet die wel werkt. Want deze wet werkt niet. Dat merkt u ook. Het is een wet geweest die misschien niet op de juiste manier is aangenomen, in alle haast is aangenomen. En die willen wij nu in alle rust verbeteren, zodat de wet goed zal werken voor land en volk. Nou,
Het systeem natuurlijk wat we hebben aangetroffen van 200.000 geregistreerden weten we allemaal. En ik herinner ieder weer dat er explosie is ontstaan in 2018, welke eigenlijk zeer populistisch is gebruikt. En hoe dat allemaal zo ver is gekomen dat wij het nu kunnen filteren, dat het gefilterd is geworden, is natuurlijk moeizaam gegaan, mag ik eerlijk zijn. Maar ik mag ook toegeven dat onze BASO-kantoren samen met de UO, uitvoeringsorgaan, en alle ambtenaren die een steentje bij hebben gegeven, dat we natuurlijk ervoor hebben gezorgd dat het zover is gekomen dat wij nu, als we kijken naar het bestand, als we kijken naar de premiesubsidie die SOSAVO eigenlijk geeft aan de behoeftigen, die natuurlijk een verzekering nodig heeft, de BZV-verzekerde, de BASO-verzekerde, dat deze mensen daadwerkelijk dat krijgen. En dat we natuurlijk niet daarbij stoppen bij het alleen filteren van het systeem, maar ook kijken wat wij kunnen betekenen in de toekomst om het gezondheidszorg naar hun toe te verbeteren. Natuurlijk moeten we ook ernaar kijken dat we niet alleen dat verbeteren, het moet nog steeds betaalbaar blijven. En voor de mensen die het niet kunnen permitteren, de behoeftigen volgens criteria van SOSAVO die voldoen aan het ontvangen van premiumsubsidie, kunnen dan ervoor zorgen dat deze mensen daadwerkelijk worden geholpen. Intussen mag ik ook aangeven dat er heel wat noodgevallen waren, spoedgevallen. En ik moet ook dank zeggen aan collega Volksgezondheid en ook dank zeggen aan de ziekenhuizen die mee hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat deze patiënten, deze cliënten geholpen zijn geworden in combinatie met de ziekenhuizen en SOSAVO, dat wij hun niet in de steek hebben gelaten, niet in de kou hebben gelaten. Ik mag ook aangeven dat het geen makkelijke taak is geweest, maar intussen hebben we dan onze inhaalslag gemaakt en wat we dan willen doen is ervoor zorgen dat wij alleen gaan voor verbetering en dat blijven doen en ervoor zorgen dat niet alleen de regering verbetering krijgt in het systeem, maar dat de mensen die daadwerkelijk voldoen aan criteria, dat zij natuurlijk ook een verbetering krijgen in hun gezondheidszorg. Kijk u, de regering geeft op verschillende manieren geven we de COVID-steun. Bij het ministerie van Arbeid zijn het echt mensen die getroffen zijn door minder inkomen, verminderd inkomen. Mensen die ontslagen zijn, die kunnen aantonen dat ze ontslagen zijn. En natuurlijk ook weer kunnen aantonen dat ze een baan zoeken. En het zijn kleine zelfstandigen. We weten bijvoorbeeld dat kappers, schoonheidssalons en de ijsman of iets, zo'n ondernemer zijn inkomen niet heeft kunnen krijgen in de afgelopen periode. Dus deze mensen moeten zich sowieso registreren. Maar dan is er nog wat erbij. Als ondernemers registreren, dan verwachten wij dat het ook wel mensen zijn die belasting betalen. En vaak genoeg, wat gebeurt er? Waarom zien we veel minder ondernemers zich registreren? Omdat ze niet graag willen dat wij inzage hebben op hun belastingdocumenten en op hun inkomen. Dus dat probleem hebben we een beetje. Maar natuurlijk, als iedereen voldoet, dan mogen ze zich registreren. Nou, het is een complexe zaak. Heel veel gesproken over tarieven, heel veel gesproken over technische fouten in de wet. Dus het is een complexe zaak. Een zaak die we niet in één keer konden oplossen. Daar hebben we heel veel stakeholders bij elkaar geroepen, zoals het SZF zelf, verschillende ministeries. We hebben de voorzitter van het parlement om advies gevraagd. Dus we gaan al die adviezen verzamelen. Dan gaan we de commissie die daarmee is belast, gaat dat allemaal bij elkaar brengen. En dan willen wij binnen 2 tot 3 weken een conceptwet brengen naar de regeringsraad om in te kijken en daarna goed te keuren en dan gaat het hele proces doorlopen. Oké, dus vandaag hebben we natuurlijk ervoor gezorgd, het ministerie van SOSAVO heeft gepleit eigenlijk vandaag voor financial inclusion. Per directieven van de president als de vicepresident en natuurlijk noodkreet van de samenleving is dat we moeten kijken naar een efficiënte manier om de mensen te hulp te schieten. Bij deze mag ik dan aangeven dat financial inclusion betekent, en ik zal het dan proberen zo simpel als mogelijk te houden, is dat de behoeftigen die voorkomen in het bestand van sociale zaken, de mensen met een beperking, de zwakke huishoudens, de senioren burgers, dat deze mensen allemaal dan worden meegenomen in het bankiersysteem, dat zij dan kunnen voorzien worden van een bankrekening. Maar niet alleen een bankrekening, maar zij dezelfde bankrekening kunnen gebruiken om een mobile app, oftewel een mobiel bankieren, mobile banking meer bekend genoemd of gezegd, kunnen gebruiken.
Wij praten bij deze niet alleen over mobile banking, maar het was al moeilijk dat wij dat hebben geaccepteerd, dat met een stukje plastic rondlopen, om het zo te zeggen, een pinpas, dat u daaruit geld zou kunnen halen. Dus ik heb dan gevraagd aan de Vereniging van Bankiers, welke vandaag gezamenlijk met Sosavo en Binets een presentatie hebben gedaan, om ervoor te zorgen dat wij goedkeuring krijgen van de RRV, dat we het kunnen uitzetten. Ervoor kunnen pleiten dat niet alleen mobile banking wordt ingezet, niet alleen dat men wordt voorzien van een bankrekeningnummer, maar dat we ook meteen zeggen van luister, laten we meteen meenemen dat de mensen ook een pinpas hebben. Een pinpas zodat u, waar u ook mag zijn, en ik heb dan niet over het kustvlakte alleen, maar ook het binnenland, dat Binet zelf al in planning heeft gezamenlijk met Sosavo en de Vereniging van Bankiers, in samenwerking ook met de minister van Financiën niet te vergeten, dat wij het geheel Suriname willen aanpakken tot en met het binnenland, dat wij kijken naar het plaatsen van pinautomaten, oftewel geldautomaten, waar men letterlijk hun pinpas kan gebruiken om geld eruit te halen. Apart daarvan wil ik dan benadrukken dat door dit te doen, dat wij van Sosavo niet alleen ervoor zorgen dat wij de behoeftigen binnen onze samenleving dan opvangen, maar ook dat we dat gedeelte dan helpen te subsidiëren. Bij deze dan de verschillende reguliere uitkeringen die we geven aan de mensen met een beperking, de zwakke huishoudens, de AOV'ers en de anderen. Maar dat we ervoor zorgen dat deze mensen ook worden opgevoed. Dat deze mensen ook de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Vooral als we praten over de AKB'ers, de kinderen en de zwakke huishoudens. Dat dit een heel nieuw wereld zal zijn waar zij niet alleen een bankrekening zullen hebben. Want men onderschat een bankrekening. Door een bankrekening te hebben, kunt u dan ook sparen. U kunt ervoor zorgen dat u apart van geld thuishouden, dat we een rekening kunnen openen voor u, dat u kunt sparen voor later, voor uw toekomst, de kinderen, dat ze dan kunnen gaan richting of een onderneming hebben, of uw eigen perceel kopen, of uw eigen woning opbouwen. Maar zo ook voor de zwakke huishoudens, die merendeels toch wel kleine ondernemers zijn. Ik denk aan de ijsman, ik denk aan de produceerieverkoper, ik denk aan alle kleine ondernemers die toch hun best doen, hun beste been voor te zetten om ontwikkeling te brengen voor niet alleen hun, maar voor het volk, voor land en volk, dat zij ook bij deze de kans krijgen om op een vergemakkelijk systeem, moet ik zeggen. De bankiersvereniging gebruikt de term laagdrempelig, maar ik zou zeggen vergemakkelijk model, dan deze mensen in aanmerking kunnen komen voor een bankrekeningnummer. Een bankrekeningnummer gaat zelfs verder dan dat. Waarom het verder gaat dan dat, dan alleen opvangen, dan alleen uitkering erop storten en sparen en opvoeden. We kunnen dan dat gedeelte ook gebruiken als we kijken naar acute nood. Tot nu toe, en ik heb het vaker gezegd, dat we niet alleen kijken naar het helpen van mensen in acute situaties met pakketten. Maar we kijken nu ook naar het systeem van debitcards. Dat wij proberen te helpen zo snel als mogelijk, zo efficiënt als mogelijk, zo creatief als mogelijk, maar natuurlijk duurzaam oplossing dan ervoor zoeken. Dat deze mensen een optopping krijgen op hun bankrekening. Een voorbeeld, krijgt u al een uitkering van 500 SAD, maar vanwege COVID zit u een groot probleem. Dan is het dan makkelijker voor de regering, voor Sosavo om in te spelen door een optopping te geven op uw bankrekening. Een voorbeeld, die waarde van die pakket is een voorbeeld 250 of 300 SAD. Dat wij dan die optopping doen op uw bankrekening, zodat u makkelijker kunt omgaan met uw financiële middelen en zelf mag bepalen wat u graag zou willen gebruiken en wat niet. Dus die vrijheid in keus hoort erbij en dat geven wij ook in het geheel. Dus daarom zeg ik, het is niet alleen modernisatie, het is niet alleen helpen krijgen van een bankrekeningnummer, maar het is een heel andere wereld waar niet alleen ik, maar mijn voorgangers dat hebben geprobeerd, maar bij deze, met Gods wil, dat wij het zo ver kunnen brengen, dat het volk daadwerkelijk ervan kan genieten, want vandaag, de dag van vandaag, is een heel gemoderniseerd systeem, gemoderniseerd Suriname. Dus bij deze, niet alleen kustvlakte, maar ook in het binnenland, mijn broeders en zusters in het binnenland, die worden bij deze ook geholpen. En aan het eind willen we niet zeggen kustvlakte en binnenland, maar dan willen we zeggen één Suriname, zodat ieder dan ervan kan genieten. Als we letten op de huidige economische situatie, tot hoever is de overheid in staat de mensen tegemoet te komen? Want ik denk dat niet iedereen of ongelimiteerd mensen
geaccommodeerd kunnen worden of een tegemoetkoming kunnen krijgen? Nee, dat gaan we ook niet doen. De mensen moeten elke keer weer kunnen aantonen dat ze op zoek zijn gegaan naar een baan. We snappen dat met de COVID-situatie dat een beetje moeilijk gaat, maar deze regering gaat er ook wel zorgen. Het is, men moet niet denken dat het een blijvend iets is en dat men jaar in jaar uit een COVID-steun gaat krijgen. Dat gaat niet gebeuren. Zodra het verminderd wordt, gaan wij over tot een andere mogelijkheid. En we gaan ook duidelijk zeggen dat wij gaan stoppen met de COVID-steun. Maar tot nu toe is de COVID er. De werkloosheid is er. We hebben het allemaal zwaar. We zijn allemaal in een crisis. Dat weet deze regering ook. Dat weten wij allemaal als ministers ook. Dus wij ondersteunen ten alle tijden nu. Dus ik ga nu geen een tijdsbestek noemen. Als zodra wij zien dat COVID verminderd wordt en we kunnen teruggaan naar het normale leven, dan zullen we het ook een dagje ophouden. Ik sprak eerder over 200.000 geregistreerden die je hebt aangetroffen. Hoe is het gelukt om dat te brengen naar 70.000, bijna een derde van het aantal dat u aantrof? Nou, door hard werken van onze ambtenaren. De ambtenaren hebben zich ingezet door teamwork met SZF, met sociale zaken, met volksgezondheid, binnenlandse zaken waaronder BASO valt. Door teamwork, wat ik altijd zeg, teamwork makes the dream work. En dit heeft het weer bewezen. Met samenwerken bereiken we veel meer. Het was een politiek vervuild bestand van 200.000 mensen. Dat ons tientallen miljoenen per maand kostte en nu hebben we het gelukkig kunnen brengen naar 70.000 en we gaan door. Wij zijn nu bijna uit de urgentiefase. We gaan nu naar de stabilisatiefase en daar gaan we het bestand stabiliseren. Op welke zaken zijn er gelet of criteria bij het filteren? Of de criteria, het belangrijkste, heb je het echt nodig? En daar hebben ze op kunnen letten. Sociaal zaken heeft goed haar best gedaan. Het uitvoeringsorgaan heeft goed gewerkt. De belangrijkste criteria is, wat heb jij het nodig? Een pasje, dat was met basis van een EBS-rekening. Verschillende criteria zijn daarvoor gebruikt. Maar uiteindelijk zijn er van die 200.000, 70.000 overgebleven. Er is het mooie van dat momenteel, als wij het systeem dan implementeren, gaan tot uitvoering, dat gezamenlijk met Binet en de Vereniging van Bankiers en collega Financiën, dat al in planning is gezet dat richting het binnenland, een voorbeeld is Apura, die al een pinautomaat heeft, dat verschillende locaties dan zo'n een cashautomaat zal hebben, waar men niet alleen mobile banking kan gebruiken, dat men ziet dat die storting gedaan is, maar bij deze dat men het daadwerkelijk kan gaan lichten. Dus wij moeten alleen ervoor zorgen als regering dat we de betaling op tijd doen, dat we de storting op tijd doen. En het gaat zo snel als mogelijk richting dan de doelgroepen, dat zij dat geld kunnen ontvangen. Het is natuurlijk veel beter, secuur natuurlijk als we daarnaar kijken. En efficiëntie heb ik dan al aangegeven. Maar ik mag ook aangeven dat het ook een raakvlak heeft richting bezuiniging van de explo-kosten, exploitatiekosten van ons, logistieke kosten. En dat zal natuurlijk ook een bijdrage geven aan de regering dat wij zo efficiënt mogelijk omgaan met ons budget. Dus vandaar dat ik aangeef dat het niet alleen voordelig is voor de samenleving, maar natuurlijk ook voor de regering. En natuurlijk in de situatie van COVID hebben we wat creatiever moeten nadenken, meer input moeten geven. Het opent een heel andere wereld en bij deze, met Gods wil, hebben we het zo ver gebracht dat wij dan een geheel pakket hebben mogen presenteren aan de RRV. Als u dan premiumsubsidie nodig heeft, dat u natuurlijk langskomt bij een van onze BASO-kantoren, waar wij natuurlijk dan te hulp kunnen schieten.